Yo mensen, de FIFA 17 trailer is soort van uit. Nou ja, eigenlijk komt het echte pas. Nou ja, eigenlijk weten we nog helemaal niks, maar er is het FIFA 17 ding. Yay, oké, boeit niemand. Slaat het op. Nergens, ik weet het niet. ik werd gewoon even afgeleid. Maar we zijn vandaag weer terug met een nieuwe aflevering van de European Dream. En we zitten natuurlijk in de kwartfinale van het toernooitje. En het gaat nog steeds om 10 upgrade punt. En het wordt tijd dat we die onderhand eens pakken. De eerste ronde winnen elke keer simpel. En de tweede ronde gaan we nog gewoon constant uit. Wat echt hinderlijk as fuck is. En terwijl dat we onze eerste tegenstander hebben gevonden, wil ik jullie ook even vragen om het blauwe duimpje omhoog te doen. Dat had ik nog niet gedaan. Dus bij deze vorige aflevering was er ziek. We gaan elke keer over de 5000. En dat is fucking nice om te zien. Dit keer verbind ik er geen challenge aan. Want ik vind niet dat dat altijd hoeft. Ik heb vertrouwen in jullie. Dus op naar deze wedstrijd. Pogbatje. Pogba met links. Pogba in een kopduel. Nee. Oké, daar gaat Robben. Robben. Triple tap. Oh, precies er tussendoor. Hij staat gewoon aan de verkeerde kant te verdedigen. Nee. 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 Hoe is dit een penalty? Hij was nog niet eens in de buurt van mijn goal geweest. Komt hij in één keer zo half door. Gaat hij op zijn muil. Krijg ik een penalty tegen. Wat een onzin. Fuck. Schwalbe. Ja, wat is dit nou weer? Ja, ja, FIFA, ja, ja, heel leuk spel. Oh, ik zag net die FIFA 17 trailer zoals ik deze video begon. En laten we hopen dat dat een heel stuk beter is of gaat worden dan dat dit spel is. Want waar sloeg dit nou weer op? Ja, kom aan Arda. Kom aan mensen, gaan voor de goal of zo. Weet ik veel, Robben. Robben. Nee! Jezus, wat doet die verdediger nou graag? Oh, ja, maat! Ja, dit is toch niet leuk? Aan alle drie die doelpunten kan ik gewoon geen reet doen. Die verdediger doet raar. Fucking, wie is die Perez? Want waarom scoort hij 3 keer tegen mij? Houd mijn keeper hem. Rebound hij weer precies bij hem in de voeten. Ja, wat moet ik dan nog? Hier, en bij mij wordt alles precies goed verdedigd. Ja, oké, dit was prima verdedigd van hem. Dat zou ik niet zeggen. Maar hoe de fuck moet ik ooit scoren als Team of the Year Pogba een vrije kans van de 16 niet eens op goal krijgt. En hij gewoon 3 van dat soort... Hij maakt gewoon 3 van die random doelpunten. Ik kan er gewoon echt niks aan doen. Ja! Oh mijn god, uit de corner met Thiago. Oh, het zal toch niet dat het nu mijn kant op gaat vallen. Arda nog. Maak er maar nog één. Maak er maar nog één voor rust. Arda. Oh, ja. 2 doelpunten in blessuretijd. En dan is het zo weer 2-3. Echt, wat voor spel ben ik aan het spelen? Echt, het gaat ook gewoon nergens om. Zo heb je alles tegen, zo heb je alles mee. Arda met de perfecte run legt hem perfect terug. En hij is zo in te schieten voor Thiago. Die maakt er 2. Wie is Perez? Wie is Thiago? Maakt allemaal geen reet uit. Oh, Thiago, Thiago, nummer 3. Waarom ben je zo goed? Hij heeft die Perez, die Team of the Season is kennelijk. Ik kende hem niet eens. Die maakt er 3. Mwah. Inform Thiago doet dat ook. Het is gewoon weer gelijk. Wie had dat gedacht? In de fucking 41ste minuut toen ik 3-0 achter kwam en helemaal zat te huilen, is de comeback gewoon weer gemaakt, jongens. Thiago, op Robben. Oh. Robben. Robben! Oh, wie die keeper? Jezus. Thiago, Thiago, op de paal. En dan is het 4-3. Hij telt, hij telt. Robben, weer Thiago. Oh, en nou heb ik ook nog de geluk met de rebound. Ik kom van 3-0 achter naar 4-3 voor. Wat maken we weer mee? Ik was ook niet helemaal wakker volgens mij toen ik begon. Maar inmiddels wel. Thiago weer op de paal. Die maak ik gewoon bijna zijn 4e. Robben, ja. Ja. Touran, om de slot van te beslissen. Meteen vanaf de afstraf. Ik wilde aftrap en afstraf door elkaar zeggen. Ik wilde zeggen, meteen na de aftrap wordt het afgestraft. En toen werd het afstraf. Ik heb geen idee wat ik aan het doen was. Maar ik sta wel 5-3 voor. Ik vind het helemaal mooi. Ja, ja. Robben, Robben, Robben. Ik heb nooit moeite gehad deze wedstrijd. Ik bedoel, ik ben altijd al heel zelfverzekerd geweest van ja, ik ga deze simpel winnen. Ik bedoel, 6-3. Ik had al lang gezien dat dit een makkelijke overwinning zou worden. Geen moment heb ik het moeilijk gehad.
Ja, dit is toch niet leuk? Ik kan er gewoon echt niks aan doen. Ja, een van mijn lekkerste potjes ooit. Ik zweer het, van een kansloze, uitzichtloze 3-0 achterstand. Na 40 minuten gewoon naar een simpele 6-3 overwinning. We gaan naar de halve finale en het is een dik verdiende overwinning ook. Alright, we hebben weer hetzelfde als een aantal keren terug. Toen ging het helemaal mis, maar we spelen weer tegen een gast. Dus we spelen tegen twee mensen, maar ze hebben wel Neymar, Messi, Griezmann, Pogba, Inform, Neymar, Vidal, Alaba, Boateng, Chiellini, Liechtensteiner en Neuer. Dus het team is heel goed. Laten we zien of ze ook goed zijn met z'n tweeën of dat ik ze kan pakken. Ze zijn wel tot de halve finale gekomen. Dus ik ben er bang voor. Evra. Oh, goede voorzet zeg. Oh, wat dat. Die Neuer. Die neemt die bal even heel rustig aan. Ik denk, die loop ik zo binnen. Oh, die voorzet was echt perfect, joh. Robbo heeft die bal afgesnoept. Goeie paas, ja. En Thiago scoort, maar eerlijk gezegd verbaast me dat van geen kant. Wat een spelertje. Goeie actie van Robbo. En ik sta 1-0 voor. Ja, dan is de PC 1-1. Balletje blijft hangen. En niemand eigenlijk die reageert. Kijk dan, zo'n sliding terug. Mijn nummer 7 die de bal eigenlijk heeft. Maar dan zelf niet achteraan gaat. En dan kan Griezmann hem zo inschieten. Niet heel overtuigend verdedigd van mezelf. Heel veel ruimte hier. Robben. Dat is 2-1. Die komt eigenlijk ook goed die touw uit de lucht vallen. Ik ben een beetje aan het rondspelen. Hij is aan het verdedigen, Robben knuffelt ondertussen met een onzichtbaar iemand. En opeens uit het niets, die paas wordt geblokt en dan komt hij alsnog bij Robben en die schiet er perfect in. Ook, wat? Ik sta voor, joepie. Oh, dit is heel goed. Ja, 2-2. Goeie goal. Ik dacht, die bal houdt hij nooit meer binnen, maar precies met dat slidingje. En dan normaal komen ze niet echt van de grond af, maar deze komt nog perfect voor en dan weer Griezmann. Hoppen! Wow, wow, ho. We gaan hier even voor helemaal stil zijn. Dit is oprecht de raarste aflevering nu ooit die ik heb gemaakt van de European Dream. Ik heb er al meer dan 20 gemaakt nu volgens mij. En Robben scoort nu met zijn hoofd. En dat zelfs terwijl dat hij nog wordt verdedigd. Echt, how is dit mogelijk? Ja, lekker. Gewoon. Kijk eens. Pogba. Koekoek. 4-2. Lekker hoor. Die 45e minuut is nog niet wel mijn minuut geweest deze aflevering. 3 goals daarin al. In 2 potjes. Ik ga naar de finale, jongens. Ik ga het eindelijk een keer redden. He. Oh, daar gaan we. Robben is weg. Dit moet gewoon een doelpunt worden. Robben, verhoek. Oh, ziek, ver over. Random. Waarom doet hij zo lomp? Ik drukte gewoon op rondje, maar deed echt niks speciaals. Ja, tering. Uit het niets. Toen straks kom ik natuurlijk ook in een heerlijke comeback. En ik moet nu zorgen dat dat niet bij hem gebeurt. Die verdediger stapte echt lomp trouwens. Hij dacht, buitenspelval. Liep hij opeens volle gas naar voren, terwijl de paas al lang was gegeven. Oh, Robben. Robben. Maak er een einde aan. Robben! Ja! Beter kon die binnenkantje paal van net op het randje 16. En één schotje. Curfje. Perfect binnenkant paal. Ja, Messi, jongen. Daar sta je dan. Wat doe ik nou? Ik zat niet op te letten. Ik zat met Raoul te appen. Raoul, stoor me niet tijdens de opname. Oh, het wordt nog 5-4. Dat wordt nog billen knijpen die laatste minuutjes. Thanks dat je even op start drukt. Toeran op cam, zonder spits. Pogba centraal. Hoppakee. Nee. Messi en Thiago is dood aan dood op. Nee! Holy shit. Hij gaat er gewoon nog in. En het is ook nog, weet ik veel wie. Met een kopbal. Young en Bima verloor het kopbal op het middenveld. Toen was het onmogelijk voor Thiago om zonder conditie nog dat gat terug te lopen. Is het Chiellini? Oh, fucking way. Ah, dat is meteen afgelopen. Ik ben met 10 man. Shit. Nee. Oh. Ik zou niet zeggen dat ik goed wegkwam, maar het leek er wel heel erg op. Oeh, die zat er heel goed in. Ja, lekker Subotic. Ja! Klasse, Kipi. Kom aan, gutsen nu. Hoog, midden hoog. Ja, shit, daar. Oh, fuck. Nee, niet in de kiet. Oh shit, deze is veel te hard.
Ja, die was veel te hard. Gaat hij op de lat, zeg. Ach, nee, dat meen ik toch niet. Nee, fuck. Maar dit is al de winnende voor hem. Ja, dit is niet chill, ouwe. Ik ga dit verliezen. Oh, ik ging de goede hoek in. Ik ga naar de finale, jongens. Ik ga het eindelijk een keer redden, hè. We mogen wel dobbelen nu. 3 steentjes. Oh, ik gooi ook nog 7. Wat is dat? Een 74 rated. Ja, ik ga dat ook gewoon skippen. Ik ga echt geen 74 rated speler toevoegen aan dit team. Want ja, daar wordt het nou niet echt beter van. Oh, wat een drama weer. Jongens, bedankt voor het kijken. Ciao.